Dit is de instructievideo van de lees- en schrijfregel in 1.2 deel 2. Heb je deel 1 nog niet gezien? Kijk dan eerst naar deel 1 van de lees- en schrijfregel. De lees- en schrijfregel gaat over het correct lezen en schrijven van vocalen. In deel 1 hebben wij ons geconcentreerd op het correct lezen van vokalen. In dit deel concentreren wij ons op het correct schrijven van vokalen. We concentreren ons dus op de schrijfregel. Hoe schrijf je vokalen correct? We starten met de lange vokalen. Een dubbele vocaal Lees ik altijd lang. Daar is geen discussie. Bij een enkele vocaal lees ik die soms kort, soms lang. Ik lees een enkele vocaal lang in de speciale situatie. Dat is, ik zie in een woord één vocaal met alleen één consonant. En er komen nog extra letters of een extra letter, dan lees ik die vokaal lang. Dat noemen we de speciale situatie. Oefening 1 Kijk naar de spelling van de woorden. Wat is het verschil tussen links en rechts? Ik lees de woorden: paarden, laarzen, leeftijd. Doosje, kaarten, duurder. In deze kolom hebben alle lange vocalen een dubbele vocaal. Talen, lezen, bomen, muren, peren, liter. Ik lees de vocalen lang. Maar de vocalen zijn allemaal één vocaal. Een enkele vocaal. Hoe komt dat? Hoe schrijf je woorden met een lange vocaal? Maanden, duurder, doosje, leeftijd. Waarom schrijf ik AA in maanden? Dubbele U. In duurder, dubbele O in doosje en dubbele E in leeftijd. Dat is de normale spelling. Een dubbele vocaal is de normale spelling voor lang. Dus normaal schrijf ik een lange vocaal dubbel: de manen, de muren, de bomen, de peren. Waarom schrijf ik één a, één u, één o en één e? Waarom schrijf ik niet dubbel? Dat is door de speciale situatie. Ik heb een combinatie van één vocaal en één consonant dat lees ik lang. Dus zie ik na de lange vocaal Één consonant, dan schrijf ik de lange vokaal enkel. Bij de eerste groep zie ik twee consonanten. ND, RD, SJ, FT. Daar heb ik geen speciale situatie, dus schrijf ik de lange vokaal normaal. En normaal, dat is dubbel. Dus, tel de consonanten direct na de lange vokaal. Schrijf een lange vokaal niet dubbel voor één consonant. Want één vokaal plus één consonant, dan is de vokaal automatisch lang. Pas op, je ziet hier extra punten. Dat betekent. Korte woorden, daar is geen speciale situatie. De speciale situatie is er alleen als er ook extra letters zijn. Er is dus ook geen speciale situatie in de laatste vocaal, want er komen geen extra letters na de combinatie vocaal-consonant. Restvocalen zijn natuurlijk niet speciaal. De speciale situatie is alleen voor lange vocalen. Oefening 2. Luister naar het woord. Hoor je een korte of een lange vocaal? Omcirkel de juiste spelling. Denk aan de speciale situatie. Zie jij één vocaal met één consonant? Dan lees jij de vocaal lang. Zie je één vocaal met meer consonanten, dan is het geen speciale situatie en dan lees je de ene vocaal normaal. Normaal één vocaal is kort. Omcirkel schapen. Omcirkel rekken. Omcirkel grotten omcirkel stalen, omcirkel drommen, omcirkel platen, omcirkel weter, omcirkel stomme, omcirkel staker, omcirkel spotten. Controleer Schapen Rekken Grotten Stalen Drommen Platen Veter Stomme Staker Spotten je ziet links altijd de speciale situatie. Daar is de vokaal lang. Rechts heb je geen speciale situatie, dus lees je normaal. Eén vokaal is normaal kort. Oefening 3. Hoor je een korte of een lange vokaal? Omcirkel de juiste spelling. Pas op! De spelling is belangrijk. Want woorden hebben een andere betekenis als de spelling anders is. Hier zie ik de speciale situatie, dus lees ik de vokaal lang. Ik lees spelen. De kinderen spelen met Lego. In deze spelling zie ik twee ellen. Dat is geen speciale situatie, want ik heb niet één consonant. Ik lees de vocaal dus normaal. Eén vocaal is normaal kort. Ik lees spellen. Kan je dat woord spellen? Dat is een andere betekenis. Omcirkel roken. Omcirkel mannen. Omcirkel zonnen. Omcirkel. Weten. Omcirkel. Padden. Controleer. Roken. Mannen. Zonnen. Weten. Padden. Oefening 4. Schrijf de woorden in pluralis. Zie jij een lange vocaal in singularis? Heb jij meestal een lange vocaal in pluralis? De knoop. Pluralis. De knopen. Pas op. Er is één consonant. Heb ik een lange vocaal met één consonant? Dan schrijf ik één vocaal. De knopen. Want ik zie de speciale situatie. In de speciale situatie is één vocaal lang. De laars, de laarzen. Ik hoor een lange vocaal. Ik hoor twee consonanten, R en Z. Ik schrijf normaal. Ik heb geen speciale situatie. Normaal is een dubbele vocaal, de laarzen. Het oor, de oren. Ik heb één consonant na de lange vocaal, dus ik schrijf ook één vocaal. De raaf, de raven. Een F in singularis wordt een V in pluralis. Ik heb een lange vocaal en één consonant, dan schrijf ik ook één vocaal. Het kasteel, de kastelen. Ik hoor een lange vocaal en één consonant. Ik schrijf dus ook één vocaal. Het probleem, de problemen. Ik hoor een lange e. Ik hoor één consonant, de m. Ik schrijf één vocaal, één consonant. De afspraak, de afspraken. Ik hoor een lange a, één consonant k, dus ik schrijf één vocaal één consonant. De figuur, de figuren. Ik hoor een lange u. Ik hoor één consonant r. Ik schrijf de vocaal en de consonant één keer. Oefening 5. Schrijf de juiste vorm van het verboem. Schrijf de infinitief of schrijf de ik-vorm. De infinitief is Kopen. Ik koop. Het is een kort woord. Ik heb geen extra letters. Ik heb geen speciale situatie. Dus ik schrijf normaal. Normaal, lang, is dubbel. Ik koop. Ik betaal. Infinitief betalen. Ik hoor lange A. Er is één consonant L. Ik schrijf één vocaal. Een consonant. Herhalen. Ik hoor lange A. Ik herhaal. Hier schrijf ik de vocaal normaal. Normaal is dubbel, want ik heb geen extra letters. Voor de speciale situatie moet ik extra letters hebben. Ik lees infinitief lezen. Pas op. S. Z lezen dit is de speciale situatie afspreken ik spreek af ik hoor een lange vocaal één consonant maar er zijn geen extra letters het woord stopt geen speciale situatie ik schrijf normaal dus dubbel ik vergeet vergeten speciale situatie geven ik geef geen extra letters. Ik schrijf normaal. Lang normaal is dubbel. Ik verhuur. Verhuren. Ik hoor een lange vocaal Er is één consonant. Er zijn extra letters. Ik schrijf één vocaal Één consonant. Oefening 6. Schrijf de juiste vorm van het adjectief. Controleer de spelling. Bij het adjectief komt e. Bij de bakker kopen we twee grote broden. Grote. Ik hoor o, dat is lang. Er is een t, 1 en er is een extra letter de e. Ik heb de speciale situatie. 1 v 1 c. Die gele rok staat je goed. Identiek. Speciale situatie. Ik koop een paarse trui. Paarse, ik hoor A, dat is lang, maar er zijn twee consonanten. Er is geen speciale situatie, dus schrijf ik normaal, dubbele A. Hij heeft een dure auto. Dure, ik hoor een lange vocaal. Er is een extra letter, de E, dus ik heb een speciale situatie. In de woonkamer staat een lage salontafel. Lage. Ik hoor een lange A. Er is één consonant, de G. En er is een extra letter. Ik heb de speciale situatie. Ik schrijf lage. We gaan nu verder met deel 2, de korte vocalen. Een korte vocaal schrijf je. Altijd met één letter, één vocaal. Schrijf het verbum onder de foto. Dit is het verbum: spelen. Ik hoor een lange vocaal. De E. Ik hoor één consonant, L. En er zijn extra letters, un. Ik schrijf de speciale situatie: Spelen. Eén vokaal, één consonant en extra letters. Dit verbum gaat over land L, A en D. Het verbum is spellen. Ik hoor een korte vokaal. Als ik schrijf wat ik hoor, dan schrijf ik dit, maar dat is identiek. En dan is de vokaal lang, want ik heb een speciale situatie. Ik moet de speciale situatie blokkeren. En dat doe ik door een extra consonant te schrijven. Ik dupliceer de L. Ik schrijf de L dubbel. Ik blokkeer de speciale situatie met een dubbele consonant. Dus ik hoor spellen. Ik hoor een korte vocaal. Heb ik na de korte vocaal één consonant, dan wordt die korte vocaal lang. Dat wil ik niet. Dus ik schrijf een dubbele consonant om de speciale situatie te blokkeren en de vocaal kort. Te houden. Korte vocalen schrijf je altijd met één letter. Een dubbele consonant schrijf je enkel na een korte vocaal om de speciale situatie te blokkeren. Een dubbele consonant schrijf je niet na een lange vocaal. Dupliceren van de consonant gebeurt bij korte vocalen. Oefening 1 Hoor je een korte of een lange vocaal? Omcirkel de juiste spelling. Omcirkel sparen. Omcirkel vlaggen. Omcirkel beken. Omcirkel molen. Omcirkel hakken. Omcirkel maten. Omcirkel. Vlotten. Omcirkel. Stellen. Controleer. Sparen. Vlaggen. Beken. Molen. Hakken. Maten. Vlotten. Stellen. Ik heb één vokaal en één consonant. Dat is een speciale situatie. Ik lees lang. Ik heb één vocaal met twee consonanten. Dat is normaal. De vocaal is kort. Oefening 2: lees de woorden. Je ziet singularis en plus pluralis of een variant. Hoor je een korte vocaal in singularis? Heb je meestal ook een korte vocaal in pluralis? Hetzelfde met een lange vocaal. Spel, spellen. Speel, spelen. Man, mannen. Maan, manen. Zon, zonnen. Zoon. Zonen. Knop. Knoppen. Knoop, knopen. Tel. Teller. Teel, teler. Nu gaan we de woorden in pluralis schrijven. Heb je een dubbele consonant nodig? Moet je de speciale situatie blokkeren? Een zus, twee zussen. Ik hoor een korte vocaal. Ik heb één consonant, de S. Schrijf ik één vocaal, één consonant, dan is de U lang door de speciale situatie. Heb ik één vocaal en een consonant en hoor ik kort, dan moet ik de consonant verdubbelen, dupliceren. Ik schrijf zussen met dubbele s. Eén nicht, twee nichten. Ik hoor een korte vokaal, maar ik heb drie consonanten: c, h, t. Hier is geen probleem met de speciale situatie. Ik schrijf normaal. 1 bed, twee bedden. Eén consonant. Bij één consonant en een korte vokaal ervoor moet ik de consonant dupliceren. 1 rits, twee ritsen. Korte vokaal, twee consonanten. Ik schrijf normaal. Eén hemd, twee hemden. Korte vokaal, twee consonanten. Normaal. 1 jas, 2 jassen. Korte vocaal, één consonant. Pas op, als ik niet dupliceer heb ik jassen, dat wil ik niet. Ik heb jassen, ik dupliceer de s. Ik verzet, wij verzetten. Korte e, 1 consonant, ik dupliceer. Ik pas, wij passen. Korte Vokaal, één consonant, dupliceren. Na een korte vokaal wil ik minimum twee consonanten in het centrum. Heb ik één, moet ik dupliceren. Ik wacht, wij wachten. Ik heb drie consonanten, geen probleem. Ik vertrek, wij vertrekken. Korte vokaal, één consonant. Ik wil er twee, dubbele k ik lig wij liggen korte vocaal één consonant dupliceren ik zeg wij zeggen korte vocaal één consonant dupliceren schrijf de juiste vorm van het adjectief plus e natuurlijk controleer de spelling mijn huis heeft een smalle gang bij een korte vocaal en één consonant in het centrum, plus E, hè, moet ik de L dupliceren, want ik wil twee consonanten. Ik blokkeer met één L, heb ik de speciale situatie en is de A lang. Dat wil ik niet, dubbele L. Die dikke jas is lekker warm. Identieke situatie, na een korte vocaal. Twee consonanten. Zij draagt een zwarte rok. Na een korte vocaal, twee consonanten. Er zijn twee consonanten. Dat is goed. Ik moet niet dupliceren. Zij koopt volle melk in de supermarkt. Volle, korte vocaal en alleen L. Dupliceren. Je hebt een vlek op jouw witte trui. Witte. Korte i, alleen de consonant t, dupliceren. Deel 3. Korte en lange vocalen. Schrijf de juiste vorm van het adjectief. Controleer de spelling. Ik drink graag Franse wijn. Ik hoor een korte a. Er zijn twee consonanten. Ik schrijf normaal. Bij de slager kan je droge worsten kopen. Droge. Ik hoor O, dat is lang. Er is één consonant, dus ik schrijf ook één vocaal. Dat is de speciale situatie. Alle brave kinderen krijgen een snoepje. Brave. Pas op, F wordt V. Ik hoor een lange A. Er is één consonant, V. Eén vocaal, één consonant. Speciale situatie. Doe die natte kleren maar uit. Natte. Korte A. Na een korte vocaal schrijf ik twee consonanten. Er is één T. Ik dupliceer de T. Die snelle wagen rijdt 200 km per uur. Korte E. L dupliceren. Ik heb een Poolse buurvrouw. Ik hoor een lange vocaal. Er zijn twee consonanten. Dat is geen speciale situatie. Ik schrijf normaal. Lang normaal is dubbel. De sterke man gaat elke dag naar de fitness. Sterke. Dat is een korte vocaal. Na een korte vocaal schrijf ik twee consonanten. Er zijn twee korte uh, consonanten. Dus dat is oké. Okay. Gooi jij de lege flessen in de vuilnisbak? Lege. Ik hoor een lange vocaal. Er is één consonant, dus ik schrijf de speciale situatie 1V 1C. De jonge kinderen gaan nog niet naar school. Jonge. Ik hoor een korte vocaal. Na een korte vocaal heb ik twee consonanten. Er zijn twee consonanten, N en G. Ik schrijf normaal. Hij schrijft een boze brief naar zijn baas. Boze. Ik hoor een lange vocaal. Er is één consonant. Ik schrijf 1V1C. Één één Dat is de speciale situatie. dicté Schrijf de woorden. Denk aan de spelling. Controleer de speciale situatie. 1 haasten Haasten 2 sturen Sturen 3 klussen Klussen vier binnen binnen vijf leger leger zes bestellen bestellen zeven droogte droogte acht zolder zolder 9 gevallen gevallen 10 lossen lossen Losse. controleer haasten dubbele a voor lang want ik heb geen speciale situatie bij twee consonanten sturen lang met Eén consonant, ook één vokaal. Speciale situatie. Klussen. Kort. Altijd twee consonanten na kort. Ik heb één, dus ik dupliceer. Vier. Binnen. Korte i, dubbele n. Leger. Lange e, één consonant, dus ook één vokaal. Bestellen. Doffe E, doffe E, in het centrum, eh, kort, met een dubbele consonant. Droogte, lange O, er zijn twee consonanten, G en T, dus ik schrijf de O normaal. Lang normaal is dubbel. Zolder, korte O, ik wil twee consonanten, ik heb twee consonanten, prima. Gevallen. Doffe E. Doffe E. A is kort, na een korte altijd dubbele consonant. Ik heb er twee, want ik dupliceer. Losse. Korte O. Er is alleen de S, dus ik dupliceer.